Dit jaar zagen we op verschillende plaatsen in de wereld vormen van nieuw leiderschap. Soms populistisch en autoritair, een andere keer onmiskenbaar stoer en vrouwelijk. Bij mij aan tafel, Faiza Oelassen, leidinggevende bij Greenpeace en voorheen actief bij GroenLinks. En Talita Muze, die met haar bedrijf voor zorgt dat jongeren meepraten in de boardrooms van grote bedrijven. Hartelijk welkom. Dank je wel. We gaan het hebben over leiderschap. Voor we dat doen, wat kan een leider in 2020 echt niet meer zeggen? Kaart tegen de borst houden. Dat is echt niet meer van deze tijd. De kaart tegen de borst houden. Wat kan die niet meer zeggen volgens jou? Nog even meer vliegenuren maken en dan kom je er wel. Ja, je bent representant van de millennials of je bent het niet, hè? Precies, ja. Zonder gekheid, Faiza. Wat is de essentie van dat nieuwe leiderschap waarvan jij zegt kaarten tegen de borst kan niet meer? Wat moet die dan wel hebben? Ik denk dat een leider van deze tijd open is, transparant, geen kaarten meer dus tegen de borst houden. En ik denk dat authentiek zijn nog belangrijker is dan voorheen. En ik denk dat het meer gaat om wat jou als mens drijft dan de positie die jij bekleedt. Op de een of andere manier denk ik niet aan Mark Rutte, als jij dit zegt. Nee, nee. En dat wil niet zeggen dat Mark Rutte per se een slechte leider is. Maar ik denk niet dat Mark Rutte het nieuwe leiderschap is of het leiderschap van de toekomst. Wat wel een voorbeeld is van nieuw leiderschap, en dan denk ik altijd aan twee extremen, Donald Trump. Of je nou van hem houdt of niet. Okay. En een ander voorbeeld van nieuw leiderschap is Jacinda Ardern. Zij is premier van Nieuw-Zeeland. Laten we beginnen met Trump. Want hij is ook vrij autoritair, dus dat is misschien nieuw in deze tijd. Maar... Ja, maar hij is rauw. Hij is echt. Hij is puur. Hij spreekt met het hart op de tong. Zegt in principe wat hij denkt. En dat is denk ik... hij is gewoon authentiek. En dat is leiderschap van deze tijd. Een ander voorbeeld is dus die Jacinda Ardern, premier van Nieuw-Zeeland. Zij is eigenlijk het uiterste. Zij is heel verbindend, heel liefdevol, heel sympathiek. Maar ook bij haar, en dat zag je bijvoorbeeld toen die aanslag gebeurde in Nieuw-Zeeland, toen 49 mensen zijn doodgeschoten. Toen zij ter plaatse was, was zij heel liefdevol, heel oprecht, heel sympathiek. Was heel erg verbindend. En je ziet dat ze alsnog ook heel effectief kan zijn. En ik denk dat dat, ondanks dat het twee tegenpolen zijn, zijn ze wel het nieuwe leiderschap. Even ter vergelijking, want we noemden straks Mark Rutte, die natuurlijk ook de gaaf heeft om met alle mogelijke partijen van alle smaken meerderheid te vormen, wat nogal een bekwaamheid is. Wat je bedoelt te zeggen is dat hij laat het proces niet zien. Het is altijd mooi wat de overheid verkoopt. Gaat u rustig slapen. Nee, weet je, Mark Rutte is een enorme pragmaticus en die weet ook hoe hij goede deals moet sluiten. Maar het is ook iemand die vaak met mail in de mond praat. We weten eigenlijk niet wie hij als persoon is. Soms komt het wel doorschemeren. Maar hoe lang is hij nou al premier van Nederland? En we weten niet wie hij is. Kijk naar Donald Trump. We weten wie Donald Trump is. Als hij aan tafel zou zitten, dan weet je precies wat voor persoon je hier hebt. Kijk bijvoorbeeld naar Jacinda Ardern. Dan weet je wie hij is. Kijk naar Boris Johnson. Je weet wat voor type dat is. En dat is wat we willen zien. Het gaat niet om positie, maar om wie je bent. Ja, ik denk ook wel wat Rutte laat zien is een beetje het leiderschap van zijn generatie. Hè? Dus de oudere generatie, de babyboomers, die hebben ook grote maatschappelijke debatten gehad. Het is een hele idealistische generatie geweest. Maar de generatie Rutte, die zijn pragmatisch, managen. Die gaan om met maatschappelijke vraagstukken alsof het alleen maar procesmatig is. En we kunnen het beheersen en managen. En je kan neutraal blijven. Want en dat botst met deze tijd. Nou, ik denk inderdaad ook aanvullend op Faiza. Ik denk dat je kan in sommige maatschappelijke debatten kan je niet meer afzijden. Zijn. En wat bijvoorbeeld Mark Rutte deed toen het ging over Zwarte Piet discussie, is gewoon dat wegwuiven en doen van, nou ja, het een beetje gezeur in de samenleving. Ja, dan misken je eigenlijk dat racisme of discriminatie op dit moment voor heel veel Nederlanders echt een urgent thema is in de maatschappij. En dat kan niet meer. Dus als leider... Ja, en je moet toch stelling innemen. Dit is denk ik wel een tijd geworden. En daarom zijn denk ik de mensen als de Trumps van deze wereld interessant. Want die nemen continu positie in. De hele dag door. En dat doen ze via hun eigen... Ze communiceren direct met hun eigen achterban. Maar op basis van moraliteit. Dit vind ik goed en dit vind ik fout. Of hier neem ik afstand van. Ja, en je kan wat vinden van de moraliteit van een Trump. Maar hij neemt wel continu stelling in. En eigenlijk verwachten we nu, denk ik, anno nu, dat je als leider continu die maatschappelijke debatten, dat je daar mening over hebt en positie en daar over. En daar zit dat stukje echtheid. Je weet wat hij vindt. Ja. Het is niet iemand die met mail in de mond praat. En dat is denk ik wat centraal staat bij nieuw leiderschap. Ja. Het is mooi. Ik ga straks met Jeroen Smit praten. Hij zit daar. Die schreef dit boek over Paul Polman. De hoogste baas van Unilever 10 jaar lang. Die man was moreel zeer gedreven. Op weg naar duurzaamheid. Hij liep niet zo goed met hem af. Nee, dat klopt. Wat zegt ons dat?
Ja, wat dat voor mij zegt in ieder geval is dat het heel mooi is dat je als leider moet proberen te vechten tegen systemen die groter zijn dan jezelf. Maar dat je tegelijkertijd ook altijd, en wat hij heeft gedaan is te ver voor de troepen vooruitlopen, is dat je ook in de gaten moet houden van wat is de grotere systeemverandering die nodig is. En als je als een Paul Polman te ver gaat, te ver doorgaat met je duurzame ambitie, maar anderen daar niet in mee kan nemen, dan verlies je het vertrouwen van mensen om je heen. Ik denk dat een echt verbindende leider, jij noemde het net ook al als eigenschap, die heeft ook oog voor de grotere, het grotere speelveld waar die in zit. En die kan ook mensen die zelfs tegen hem zijn of moeite hebben met de duurzame veranderingen ook met zich meenemen en aan zich binden. Ja, ik denk dat dit wel de uitdaging zal zijn voor het nieuwe leiderschap in het bedrijfsleven. Met name CEO's die te maken hebben met aandeelhouders die enerzijds gewoon rendement willen. En anderzijds de klanten die je wil aantrekken. Hè. Dus consumenten die bijvoorbeeld Unilever wil, maar ook het personeel wat je wil aantrekken. Die willen gewoon waarde zien. Die willen wel gewoon waarde terugzien in het bedrijf. En dat is een uitdaging. Het boek van Jeroen erbij, want hij schrijft zelf, hij concludeert het. Met een duurzaam verhaal richt je je op burgers. Omzet haal je bij de consument. Maar alsof dat twee andere personen zijn. Jij bent burger en ook consument. Is het dilemma van deze tijd voor leiders om die twee te verenigen, dat jij als persoon misschien niet vindt, maar als je straks in de supermarkt staat, toch denkt, ja, die plofkip is wel een stukje goedkoper dan die andere. Ik denk dat het een uitdaging is. En ik denk dat je dat juist terug gaat zien bij CEO's die enerzijds de aandeelhouders moeten pleasen en anderzijds steeds meer kritische consumenten hebben, maar ook kritisch personeel die gewoon voor een bedrijf willen werken waar ze in geloven. Maar we hebben hier ook nog geen ervaring mee, hè? Dus we hebben nog geen ervaring met een kapitalisme of ondernemingsmodellen die daadwerkelijk dienend zijn voor de samenleving en waarde weten te creëren. Want je hebt nu aandeelhoudersstructuren waarin het kapitaal eigenlijk leidend is. En wat je wil is dat stakeholders, dat burgers hogere mate van inspraak krijgen, dat er waarde van hen wordt gecreëerd. En dat vraagt denk ik een soort democratisering in het bedrijfsleven voor de toekomst. Even, waar we nog geen ervaring mee hebben. Dat gaat om hele nieuwe modellen. Ook voor jullie hoogopgeleide vrouwen met een goed inkomen. Ja, die kunnen ze dat misschien ook net iets makkelijker permitteren dan mensen in de volkswijken die amper de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Ja, maar die moeten dus juist meer betrokken worden. Dus ik geloof zelf heel erg dat de uitdaging voor de komende eeuw bijna wordt een soort gigantische democratisering. Dat echt wat we zien, de oude structuren van bedrijven met aandeelhouders en de bestuurlijke top die heel ver afstaan van de klanten en de burgers voor wie ze daadwerkelijk werken, of de samenleving voor wie ze waarde moeten toevoegen, dat die echt worden betrokken in een stakeholdermodel bij bedrijven. En hoe die inspraak gaat lopen of die participatie gaat lopen, ja, dat weten we nog niet. En dat is ook juist minder hiërarchisch. Je ziet ook steeds meer in organisaties, zowel in het bedrijfsleven, maar ook in de non-profit sector waar ik zelf in zit. Je ziet bij in ieder geval nieuw personeel, die hebben steeds minder behoefte aan een hele strakke hiërarchie. Waarbij je een leidinggevende hebt of een baas die in feite tegen je zegt, mijn wil is wet. Je moet veel meer bruggen bouwen, veel meer consensus, veel meer de nadruk leggen op het dialoog. En ik denk dat dat ook veel passender is in een tijd waar de wereld gewoon heel snel innoveert. Ja. Teamwork. Is dat het overwoord? Ja, ik denk wat daar heel erg spannend wordt, is dat als je echt daadwerkelijk meer mensen wil gaan betrekken, je medewerkers, klanten, burgers inspraak wil geven of wil laten participeren in jouw bedrijf en daar waarde voor wil creëren, is dat je zelf iets van je eigen macht moet gaan weggeven. En daar, ik weet niet hoe jij dat neemt, maar daar zit voor mij de angel. Dan moet je ook dus macht kunnen delen. En wat je ziet in het boek van Jeroen Smit, is dat Paul Polman eigenlijk alles juist bij zichzelf hield. Dus voor mij is hij een dubbel voorbeeld. Hij had de duurzame ambitie, maar in zijn eigen gedrag en houding was hij eigenlijk niet bereid macht te delen. En dan gaat het denk ik mis. Wie is wel een goed voorbeeld? Wie is een leider waarvan je denkt, nou, die belichaamt dat wel? Ik denk dat als je bijvoorbeeld kijkt naar Angela Merkel, dan is het ook een beetje de vraag, is zij echt het voorbeeld van nieuw leiderschap? Ik denk dat zij wel een soort van voorbeeld is van de transitie van oud naar nieuw leiderschap. Ik denk dat zij daadkrachtig leiderschap opnieuw heeft gedefinieerd. Het prototype leiderschap wat we kennen is heel erg alfa. Dat is dominant, competitief, grote ego, trots. En zij is dat eigenlijk geen van allen. Zij is heel corporatief, heel redelijk, heel kalm. En ze krijgt gewoon dingen voor elkaar. Jeroen Smit, ik zie jou instemmend knikken op de eerste rij. Oh ja, nou ja, ik ben ontzettend verguld met de aandacht natuurlijk voor het onderwerp. wat Paul Polman, het is mooi dat je hier met twee dames aan tafel zit, ook heel duidelijk stelt, is diversiteit is ontzettend belangrijk. Hè? Dus in dat leiderschap, die alfaman, die moet veel meer plaatsen. Als je naar een duurzame wereld wil, hè, waarbij leiderschap ook wordt gedefinieerd als plannen maken voor over 10 jaar, hè, in dit geval voor 2030, dan heb je een ander type leider ook nodig. Heb je een diverser leiderschap nodig. En daar spelen vrouwen in zijn beleving ook een hoofdrol in als het gaat over duurzaamheid. Talita, en wie denk jij?
Als ik heel eerlijk ben, ik heb wel nagedacht wat als deze vraag wordt gesteld. Ja. Ik vind dat we hier geen goede voorbeelden van hebben op dit moment. Ik vind het... Die zijn er nog niet. Nee, dat vind ik echt niet. En ik denk ook dat we in leiderschap te vaak naar individuen kijken die aan de top staan. Terwijl ik denk dat echte leiderschap ook een collectieve eigenschap kan zijn die je zou moeten organiseren in je organisatie. En dat het veel meer een houding is van kwetsbaar zijn, verbindend zijn, jezelf echt kennen en weten wat je eigen beperkingen zijn. En ik geloof veel meer dat dat een soort gedeeld leiderschap gaat worden naar de toekomst toe. Waarin verschillende mensen dat soort leiderschapsrollen vervullen, dan dat we ons blind staren op die paar rollen aan de top. Ja, ja. Zien we eigenlijk verschil tussen politiek en bedrijfsleven op dit punt? Ja, ja. Wat valt u op? Op basis van mijn eigen ervaringen, wat ik ook heb gezien. Als je kijkt naar de politiek, dat trekt ook een heel ander type mens aan dan het bedrijfsleven. Dat is veel meer, het is natuurlijk veel meer ideologisch. Als je de politiek ingaat, dan is het niet altijd, maar vaak wel zo dat je wilt doorstromen als volksvertegenwoordiger, als bestuurder. Daar ben je eigenlijk een soort van ZZP'er. Dus ondanks dat je wel je partijgenoten hebt, zijn die partijgenoten soms ook je concurrent. En ook je richt je veel meer op een politieke arena, veel meer op de kiezer en veel minder om de mensen om je heen binnen die politieke partij. Ja, de lijsttrekker Jesse Klaver is niet meteen een goede people manager. Nee, niet dat ik hem ken, dus misschien is het toevallig ook een hele goede people manager. Ik denk alleen als je kijkt naar politieke leiders, dat dat niet bij uitstek people managers zijn. Terwijl in het bedrijfsleven, ja, dan moet je, als je goed personeel wil aantrekken en behouden, daar moet je mensen blij maken. Daar moet je mensen motiveren en investeren in hun ontwikkeling. Anders zijn ze weg. En bij de politiek is het anders. Ja, de politiek is compleet achterhaald. Dus ons hele politiek in het algemeen. Ons hele politieke stelsel is in 1815 bedacht. En dat is totaal niet equipped, zeg maar, voor de uitdagingen van de volgende eeuw, met alle respect. En ik denk dat het belangrijkste verschil is met het bedrijfsleven, is dat je in het bedrijfsleven continu moet testen. Dus het bedrijfsleven werkt nu met Agile en Scrum. Het zijn modewoorden, maar het voordeel ervan is dat je continu direct in contact staat en feedback krijgt van klanten op hoe jij het doet, hoe jouw producten functioneren. Nou, het product van de politiek is onze gezamenlijke onderneming Nederland. Ja. Vraag die Kamerleden om met elkaar, ga eens met elkaar werken aan onderneming Nederland, met elkaar samenwerken. Ja. Dan kunnen ze dat niet. Maar qua feedback kun je zeggen, die politici krijgen iedere dag opiniepeiling van Maurice de Hond op hun bord. Dus ja, feedback krijgen ze wel. Ja, maar ze krijgen feedback op hoe zij hier aan tafel zitten en performen in de media. Terwijl het product is, hoe gaat het met Nederland? Wat is de impact in Nederland? En dan zijn zij alweer weg. Afgerekend. Want de impact is pas jaren later merkbaar. Dus die feedback loops van de politiek groepen niet. Dank voor jullie bijdrage in dit gesprek.